We staan in het centrum van Zaandam. Wat is er gebeurd? We hebben een melding gehad hier even rond 10:30, 11:00 van een wateroverlast in de winkel hier achter me, de winkel van Didi. Is een autospuit ter plekke gekomen. Die heeft geconstateerd dat de kelder die zeg maar onder het pand zit, van ongeveer 12 bij 12 tot vlak onder de deurkruk vol stond met water. Dat is 1,5 meter hoor ik. Zoiets, 1,5 meter water. We hoorden water naar binnen komen daar, dus we vermoeden dat daar in de buurt ook de lekkage zou zitten. Inderdaad hebben we die hier achter aangetroffen in het straatwerk. Daar bleek een heel uit Amerika zinkhol te zitten, dus al het zand was er onderweg gespoeld. Dus we hebben dat opengemaakt en constateerden daar de lekkage. En dat hebben we weten te stabiliseren met pompen om het af te voeren hier in de gracht, die nu heel goed van pas is gekomen. Hebben andere winkels er nog last van? Vroeger was deze winkel, ik ben wat ouder, was dit een hele grote winkel die zelfs in verbinding staat met Halvorts aan de westzijdekant. Dat was vroeger een winkel van Simon de Wit. En het blijkt dus dat ook de kelders best wel groot zijn en uiteindelijk ook in contact staan met elkaar. Dus het wateroverlast wat hier geconstateerd is, gaf ook effecten in de winkel van Halvorts. Dus vandaar dat deze twee winkels toch wel wat tijd niet beschikbaar konden zijn voor het publiek. Nou zijn ze al een paar uur aan het pompen. Hoe gaat het nu verder? De verzekeringen zijn in kennis gesteld. Wij hebben als brandweer zoveel mogelijk schade weten te beperken door middel van het inzetten van pompen. De lekkage is momenteel gestopt en de verzekeringen van beide partijen zijn op de hoogte gebracht. En we hebben ze geactiveerd om aannemers te activeren om pompen daarin te gaan zetten. En wij gaan hier als brandweer nu afbouwen en we dragen het verder over aan de aannemers van de desbetreffende partijen.